I'm Katelijn Broers, director of the Hermitage. Ik ben Katelijne Broers, de directeur van de Hermitage in Amsterdam. We zijn hier in de binnentuin van het museum. De Hermitage Amsterdam is een Nederlands museum met een unieke samenwerking met de State Hermitage in Sint-Petersburg. Ons museum is gelegen aan de Amstel, net als dat de State Hermitage aan de Neva-rivier ligt. We hebben van het museum een totaalbeleving gemaakt. Een mooie publieke hal, een heerlijk restaurant, een mooie winkel en prachtige tentoonstellingen in een gebouw met een geweldige architectuur. Achter de grote façade van de Hermitage, zo'n 102 meter breed, ervaar je een licht monumentaal gebouw met uitzicht naar beide zijden en een binnentuin. En aan de andere kant kijk je uit op de Amstel met haar oorspronkelijke grachtenpanden en boten. Zo zie je het Amsterdam van de 17e eeuw vanuit een gebouw uit de 17e eeuw. De geschiedenis wordt hier gereflecteerd in de originele ruimtes en objecten en is een boeiend onderdeel van de totale museum-experience. Met regelmaat worden in de Hermitage Amsterdam kunstschatten uit de Hermitage in Sint-Petersburg getoond. In het hart van dit fascinerende gebouw toont men een brede selectie aan internationale kunstcollecties. Modern vormgegeven tentoonstellingen, veelal gebaseerd op thematische en historische onderwerpen. Maar ook deze gasttentoonstelling, geïnitieerd door het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum, Hollanders van de Gouden Eeuw. En omdat ze zo naar je kijken, heb je als het ware het gevoel dat je ze ontmoet. Het is zo overweldigend, zo fascinerend, dat je je afvraagt, wie zijn dit? Wat doen ze? En hoe deden ze dat? Dus in alle aspecten weet de Hermitage Amsterdam de bezoekers te fascineren.